Ik heb zojuist mijn auto naar de APK gebracht. Ik ben trouwens dit boek aan het lezen. Smakelijk eten. Ja, ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Hoi, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is even geleden, maar ik ben er weer. Ik heb zojuist mijn auto naar de APK gebracht en ik heb een fiets te leen gekregen, een elektrische fiets. Want ik moet dadelijk naar de cursus schilderen en tekenen. Dat is ongeveer 13 kilometer heen en terug. Dus ja, dat ga ik nu doen op de elektrische fiets. Normaal gesproken doe ik dat met de auto natuurlijk. Ik heb wat spullen klaargelegd om in te pakken. En dan moet ik wel echt gaan fietsen, want anders kom ik te laat, denk ik. Ik heb mijn rugzak klaargelegd. Ik heb een korte broek klaargelegd, want het wordt vandaag 30 graden. Maar het is nu nog 8 uur, dus ik dacht, ik trek een lange broek aan en dan neem ik een kort broekje mee. Ik heb ook een vestje, die doe ik dadelijk meteen aan. Flesje drinken, een mini deootje en mijn handtas, die doe ik ook in mijn rugzak. En dan hoop ik dat ik daar goed aankom. Ik ben wel even benieuwd hoe dat dadelijk gaat met de elektrische fiets, want toen ik vertrok vanuit de autozaak stond die op 100%. En toen ik thuis kwam op 80%. En dat is echt maar een klein stukje. Dus ik hoop wel dat ik 13 kilometer heen en terug ga redden. Maar goed, we gaan het zien. Ik neem jullie mee. Zo, ik ben weer terug van de cursus. Ik heb alles gefietst. Is helemaal gelukt. Maar ik heb het ook ontzettend warm nu. Volgens mij kun je dat ook wel zien aan mijn gezicht. Het is ook buiten heel warm. Iets van 31, bijna 32 graden. Ik ga heel eventjes rustig zitten. Wat eten, wat drinken. Want het is alweer 12:30. En daarna ga ik mijn auto ophalen. Die was overigens om 9 uur al klaar. Ik kreeg daar een appje van terwijl ik in de cursus zat. Dus dat was heel snel. Niks aan de hand. En ik kan weer een jaar vooruit. Nou, ik heb net mijn auto opgehaald. Er waren geen bijzonderheden. Ook geen adviezen om te repareren over een tijdje. Dus dat is super fijn. Ben ik weer helemaal blij. Want ik was ook niet zoveel geld kwijt. Ik heb wel te weinig geluncht toen straks. Dus ik ben nog even een eitje aan het koken. Misschien dat ik zo nog even buiten ga zitten. Maar ik twijfel of het niet misschien een beetje te heet is. Maar ik ga het gewoon proberen. En anders dan... Weet ik nog niet wat ik ga doen. Misschien dat ik binnen ga zitten. Maar eigenlijk zonde met het mooie weer. Het is warm, maar het is nog te doen. Ik wilde jullie even onze tuin laten zien. Want ik ben best wel blij met hoe die er op dit moment bij ligt. Veel groen en ook wel wat kleur hier en daar. Ja, ik kan er ontzettend van genieten om hier te zitten. Dus ik dacht, ik vind het ook wel leuk om het even te laten zien. Er zijn hier ook wat pepertjes aan het groeien. De meeste zijn nog heel groen. Maar we hebben er een paar die al rood beginnen te worden. Ik ben benieuwd hoe snel dat gaat met het warme weer. Hopelijk snel. Want zodra het minder goed weer wordt, denk ik niet meer dat ze rood gaan worden. Laurens was vroeg thuis van zijn werk, dus we hebben even samen boodschappen gedaan. Ik ga even laten zien wat we allemaal gekocht hebben. We hebben bosui, komkommer, kiwis, rode paprika en sinaasappelsap. En hier nog geraspte kaas, kipfilet, eieren, chips, kroephoek, witte bolletjes, woknoedels, bananen, kaas... kokosmelk en groene curry. We hebben meestal rode curry, maar dit keer een keer groene curry om uit te proberen. Van die boemboe meegenomen. Dan heb ik 2 pakken met drinken, gebakken uitjes, Philadelphia en Milka. Ik wilde chocola zeggen, maar hetzelfde natuurlijk. Belvita's, druiven, crispy chicken en gerookte zalm, veldsla, koekjes... Hier ligt nog Ardennerworst en ham. Smeltchocolade, wc-papier. Volgens mij heb ik de koekjes al gehad. Een brood en 3 keer wokgroenten, verschillende. Die gaan in de vriezer. Nou, ik ga even alles opruimen.
makkelijk. Laurens is even lekker een potje gaan gamen en ik ga een film kijken. Ik ga The Little Mermaid kijken. Ik heb die nog helemaal niet gezien. Ja, ik ben heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. De film is net afgelopen en ik vond het echt een hele leuke film. Hij is mooi gemaakt en ik vond de muziek heel erg mooi. Dus nou, echt een aanrader wat mij betreft. Ik ga nu nog heel eventjes boven in bed lezen en daarna slapen. Dus bij deze ga ik de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!